Ik ben blij dat ik niet hoef te werken voor een firma als Suzuki. Ik denk namelijk dat als ik daar zou werken, echt waar, nou, ik zou misschien wel de helft zijn van lichaamsgewicht. Dan zou je misschien denken, nou, dat kan geen kwaad voor je Versteeg. Nee, dat klopt. Maar als ze volgens mij ergens wel zijn doorgeslagen in het reduceren van het wagengewicht, dan is het wel bij Suzuki. De Baleno, lichtste in zijn klasse. De Ignis, lichtste in zijn klasse. Best wel hele knappe prestaties. En ook voor de nieuwe Swift, die ik nu rijd, geldt dat hij lichter is geworden dan voorheen. Maar dat dat niet altijd hoeft te betekenen dat er alleen maar pluspunten aan hangen, dat bewijst deze Swift ook. Waarom? Dat vertel ik je in deze video. Maar voordat ik dat doe, laten we eens beginnen met het design. Voor je neus staat nog echt een Swift. Een Swift die we kennen sinds 2003, 2004. Toen dat vierkante, lelijke, suffe hok werd vervangen door een frivol gestelde, maar ook een tikkeltje stoer gestelde Suzuki Swift. De nieuwe Swift. Een ongekend succes in Nederland en daarbuiten. Nou, de nieuwe Swift die borduurt voort op dat design. Er is een generatie tussen geweest. Die leek wel heel erg op dat type dat in 2003, 2004 kwam. Maar deze Swift, ja, die gaat weer verder. Maar optisch, ja, een stuk meer body heeft hij gekregen. Hij lijkt wat lager, hij is iets breder geworden voor je gevoel. En dan noviteiten als zenuwverlichting hier in deze test. Dat is een stijl uit voor een bliksemel zelfs. Aan de achterkant is hij ook iets dikker geworden. Zorgt voor iets meer masculien voorkomen. Nemen we plaats, dan merk ik meteen op dat het een ontzettend fijne auto is om in en uit te stappen. Dit is vrij hoog, de A-stijl staat relatief ver naar voren. En ook de Swift bewijst dat je niet per se een hoge auto hoeft te nemen om een hoge instap te krijgen. Nee, geloof mij, dit is niet een per se hoge instap. Maar het is wel dat je makkelijk in- en uitstapt. Dus zoek je een auto met een fijne in- en uitstap, kijk ook zeker even naar die Swift. Want dat zou zomaar eens even jouw auto kunnen zijn. Nou, als je zit, merk je dat je best wel plaats neemt op prima stoelen. Goede zijdelingse steun, verrassend lange zittingen voor een compacte Japanse auto. En het, ja, het overzicht over de carrosserie is ook gewoon hartstikke goed te noemen. Wel moet je er rekening mee houden dat de A-stijl die ver naar voren is geplaatst, het zicht op bijvoorbeeld stoplichten een tikkeltje weg kan nemen. Kijken we naar het dashboard, dan zien we wel echt een Suzuki design taal. Beetje, ja, high-tech met het scherm hier in het midden. Maar het zijn nog wel vrij harde kunststoffen. Overal. Maar goed, dat gewicht moet ergens vandaan komen, hè? Die reducering van het gewicht. Wat wel opvalt is dat hij een ontzettend mooi stuurwiel heeft gekregen. Deze stijluitvoering is voorzien van een met leder bekleed stuurwiel. Het is een automaat en dan krijg je zelfs schakelflippers achter het stuur. Mooie bedieningselementen voor het multimedia gedeelte en de cruise control, die in dit geval zelfs adaptief is. Dus tot een snelheid van minimaal 30 km per uur remt de Swift af. Daaronder steekt hij zijn middelvinger op en moet je het zelf even overnemen. Maar dat zijn best wel even noviteiten voor Suzuki om dat te monteren in een Swift. Mooie tellerunits met een rood verlicht randje eromheen. Ook een rode brug die van de toerenteller naar de snelheidsmeter loopt. Dat ziet er allemaal heel aardig uit. Kleuren LCD display in het midden laat nu een gemiddeld verbruik zien van 5,1 liter per 100 km. En dat is zuinig, want ik heb echt wel lekker doorgereden. Automatische climate control hier in het midden werkt prima. Wel betrapte ik mezelf erop dat ik, waar de temperatuur wordt aangegeven, 18,5 staat hij nu, dat ik daar aan wilde draaien, maar dat was niet de temperatuurknop. Maar goed, dat is één keer en je weet het. Verder, ja, het oogt al en voelt wel allemaal een beetje goedkoop, maar goed, daar gaan we dus al een stukje wagengewicht dat omlaag is gegaan en dat moet ergens uit gehaald worden. Voor de rest, ja, je hoort ook vrij veel tijdens het rijden. Het is wel een interieur waar heel veel rijgeluiden doordringen. Rij je op de snelweg, dan zou je vrij snel last gaan krijgen van het afrolgeluid van de banden. Maar ook op slecht wegdek, dan is het net of er wat rubbertjes ontbreken. Het is een auto die qua interieur prima plaats kan bieden aan vier volwassen personen. De voorste persoon, ja, achter het stuur dan, hè, die zal echt wel een klein beetje in moeten schikken als er iemand van boven de 1,80 meter achter gaat zitten. Maar het is echt wel, ja, een ruim ding. Helemaal als je bedenkt dat de auto van buiten een centimeter korter is geworden ten opzichte van de oude Swift, maar van binnen groeide. Zo ging de kofferruimte van 211 liter naar 265 liter in standaard modus. Klappen we hem neer, dan gaan we naar de 950 liter. En dat zijn echt geen verkeerde cijfers.
anno 2017 kan ook Suzuki niet achterblijven met veiligheidstechnologie. Nou, de nieuwe Swift die is dan ook afgeladen met veiligheidsopties. Als bijvoorbeeld een autonoom remsysteem. Tot 50 km per uur zet hij de auto zelfstandig stil. We zien de adaptieve cruise control. Dat kan ook veiligheidsverhogend werken. We hebben een rijstrookwaarschuwing. Dus zodra je over de wegbeleiding rijdt zonder dat je richting hebt aangegeven, dan zal die gaan waarschuwen van hey, let op, jij verlaat jouw rijstrook. Ook zet een lane sway warning op. Ben je een beetje aan het slingeren op jouw rijstrook, dan zal die waarschuwen en dat detecteren en beoordelen als dat jij bijvoorbeeld vermoeid kan zijn, dat je even een pauze moet nemen. Verschijnt er een melding op het kleurendisplay tussen de tellers. De Swift is leverbaar met twee motoren. Een 1.2 viercilinder benzinemotor, 90 pk levert hij en die is al dan niet verkrijgbaar met het Smart Hybrid systeem. Dan zorgt een kleine lithium-ion accu ervoor dat hij af en toe extra wordt ondersteund en daardoor is hij zuiniger. Kost wel 2.500 euro extra, dus je moet er maar even goed over nadenken of dat extra winst in verbruik van nou misschien 1 km per 100 km extra, ja, ik weet niet of je het eruit gaat halen. Wel een leuke techniek en dat vind ik ook wel iets waard. In deze auto ligt echter de nieuwe 1 liter booster jet 3-cilinder motor. Eentje met 112 pk en een koppel van 160 Nm. Fantastische machine, echt waar. Die hangt heel gretig aan het gas, loopt vrij verfijnd. Ik moet wel zeggen, als ik bijna tot stilstand kom, dan voel je hem een beetje gaan vibreren. Maar sta je dan stil, dan vereffent dat weer, dus dan wordt hij wat rustiger. Ja, en zeker gekoppeld aan deze nieuwe automaat. De oude Swift die had gewoon een ouderwetse 4-trapsautomaat. Deze heeft een 6-traps van automatenfabrikant Aisin. En om even een vergelijk te maken, die automaat wordt ook gebruikt door bijvoorbeeld Peugeot. Ook zij koppelen hem aan een 1.2 3-cilinder motor. En ook daar zijn wij heel enthousiast over die automaat. Heel soepel, heel snel, het pakt altijd de juiste versnelling. Ik zie hier wel echt de meerwaarde van in. Zeker als we gaan kijken naar de prijs. De oude Swift die kostte namelijk 20.700 euro. Deze Swift met de veel sterkere 3-cilinder boosterjet motor, twee versnellingen meer en een praktijkverbruik van 5,1 liter 100 km, 0 tot 100 sprint 10 seconden, dat is gewoon ronduit vlot te noemen, kost die slechts 500 euro meer. Dus je krijgt veel modernere techniek met adaptieve cruise control, met keyless entry, met climate control, met een navigatiesysteem, met een autonoom remsysteem, met al die veiligheidsjissel, voor slechts 500 euro meer. Dus je kan zien dat die 1 liter boosterjet 3-cilinder motor ook zorgt voor een veel lagere CO2-uitstoot. En dat resulteert weer in een geringe meerprijs ten opzichte van de oude Swift. Maar goed, ik begon dus een beetje negatief. Nou, laat ik het even goed uitproberen te leggen. Ongeveer een jaar geleden reed ik met de Baleno. En over die Baleno was ik enthousiast. Die Baleno was namelijk heerlijk soepel om te rijden. Een lichtgewicht auto die toch heel comfortabel kon rijden, omdat hij wat soepeler in zijn veren hing. En nee, ik hoefde daar niet mee te gaan sturen of lekker een potje te gaan hoeken, want die auto die nodigde daar niet toe uit. Dat willen Baleno-rijders ook niet. Nou ja, Swift-rijders die willen dat misschien wel. Die hebben een leuk centje gespaard, zijn misschien medio in de 20 en die zeggen van ik wil een nieuwe Swift met die 1 liter boosterjet, maar ik wil ook aansprekende rij-eigenschappen. Nou, om dat te verkrijgen hebben ze die auto, die gebaseerd is op hetzelfde onderstel als de Baleno, een stukje straffer gemaakt. Hij hangt dus wat straffer in zijn veren, wat straffer in zijn dempers. Maar ik vind het er niet beter op geworden. En vooral niet als je gaat bedenken dat de auto, in mijn opinie, niet strakker stuurt dan bijvoorbeeld een Hyundai i20, een Kia Rio. En al zeker niet strakker dan bijvoorbeeld de Ford Fiesta of de nieuwe Polo. En die zitten prijstechnisch in hetzelfde gebied. Dus dat is lastig. Sterker nog, ja, de Swift heeft behoorlijk veel in zijn mars, profiteert op rijtechnisch vlak echt wel van zijn lagere wagengewicht. Maar op een of andere manier zit er een gevoel in die auto waar ik niet aan kan wennen. Sommige mensen zeggen dat het is een beetje, zeggen dat het is de Japanse Mini. Nou, dat
mochten ze willen, want dat is het echt niet. Ja, hij ligt wel als een huis als het erop aankomt, maar je moet er toch best wat mee gaan pushen. Ja, en daarnaast, er mist een bepaald gevoel in die auto. Als ik een bocht induik, dan is het toch net alsof de voorkant gript, maar ik toch wat meer dit doe en ik niet één ben met die auto. En het klinkt een beetje idioot wat ik nu vertel, maar een beetje chauffeur met gevoel voor rij-eigenschappen, die weet wat een auto kan, die dat goed weet in te schatten, weet nu wel wat ik bedoel. Je hebt van die auto's waarin je instapt en denkt van wow, hier ga ik lekker een bordje mee sturen. Je stuurt in en je voelt precies die balans in de auto. Nou, die balans als bestuurder, de ervaring, die mist een beetje in de Swift. Ja, echt waar. Maar wat ik dan het naaste vind, is dat die auto ontzettend onrustig en fragiel aanvoelt op slecht wegdek. Als er ook maar klinkers zijn, dan is het net of dat onderstel niet is gevuld en afgewerkt met rubbers. Alles rammelt en kraakt. Ik word er helemaal gek van. En normaal als je bedenkt dat deze auto slechts 5300 kilometer op zijn teller heeft staan. Het interieur rammelt ook een beetje. Ik hoor het dashboard rammelen. Ik hoor achterin hoor ik wat rammelen. De deurpanelen rammelen mee. Dat geeft niet zo'n kwalitatieve indruk. En dat is jammer, want Suzuki, dat is kwaliteit. Waarschijnlijk rijdt deze Swift over 20, 25 jaar nog steeds probleemloos rond. Dat zal altijd zo blijven. Maar wat mij betreft hadden ze hem juist 50 kilo zwaarder gemaakt om meer dan ooit die concurrentie aan te gaan met bijvoorbeeld een Fiesta, een Polo, een i20, een Kia Rio. Dit is echt wel een belangrijk segment aan het worden, aangezien heel veel mensen van het C-segment ook terugstappen naar het B-segment. En die Swift heeft dan noviteiten als een mooi multimedia systeem, een hoop comfort in de vorm van stuurverwarming, die adaptieve cruise control, peak zenuwverlichting. Maar als auto, qua rijervaring, qua rijcomfort, kan die dat niet bijbenen. En dat vind ik zonde. Ga ik er dan bijvoorbeeld nog een concurrent bij pakken die op aandrijftechnisch gebied heel veel overeenkomsten heeft, maar ook in het segment natuurlijk, dat is dan de Peugeot 208. En dan ga ik eens goed nadenken. Ik denk, ja, dat is een veel fijnere auto die ook qua rij-eigenschappen zeker niet onderdoet voor die Swift. Sterker nog, Peugeot heeft natuurlijk ook die GTI-versie daarvan en zo'n 208, het stuurt ook echt snaarstrak. Daar krijg je misschien meer het krachtgevoel in, ook nog eens met dat kleine bestuurtje, dan in die Swift. En dat is geen goede ontwikkeling, want die nieuwe Swift, die zou juist de kart moeten zijn ten opzichte van die andere. Nou, misschien dat de sportversie daar verandering in kan brengen met zijn 140 pk sterke turbomotor en ongetwijfeld een aangepast onderstel. Maar ik zeg heel eerlijk, ik vrees er een beetje voor. Want ik vrees er voor wat dat strakkere onderstel van die sportversie gaat doen met het interieur in die Swift. Wat het gaat doen voor het rijcomfort. Want dat zal een totaal gebrek aan zijn. En ja, zo rammelend dashboard, dat wil ik niet meer anno 2017. Echt niet. Maar ook prijstechnisch zit die 208 in zijn vaarwater. Die 208 is slechts een paar honderd euro duurder dan deze Swift. En dan heb je ook een hele goede uitrusting. Weliswaar geen adaptieve cruise control, weliswaar geen stoelverwarming en dat soort zaken. Maar goed, je krijgt wel meer auto qua gevoel. Een auto waarin jij instapt en zo mee naar Zuid-Frankrijk rijdt. Eveneens is voorzien van een 110 pk sterke 3-cilinder motor met die fijne 6-trapsautomaat. En dat vind ik toch wel echt lastig. Nou, waarom zou je deze Swift nou wel kopen? Nou, zijn uiterlijk. Hij heeft echt een goed uiterlijk. Ik vind hem er leuk uitzien. Die boosterjet motor, die is fantastisch. 10 seconden 0 tot 100 is ronduit vlot te noemen. Zijn fijne automaat, uiteraard. En natuurlijk zijn betrouwbaarheid. Hè. Het blijft een Suzuki, dus deze auto, ja, die zal tot in de treuren gewoon jou van A naar B brengen. Betrouwbaar zijn. Lage TCO, hè. Hij zal echt hele lage kosten met zich meebrengen. Onder andere door die gewichtsreductie. Maar ik zeg wel heel eerlijk, ja, er is geen stap omhoog gezet voor wat betreft de rijbeleving. En dat vind ik wel een beetje jammer. Nou, vond je deze video interessant? Vond je hem informatief? Heb jij zoiets van, nou, ik wil eigenlijk wel 24/7 up-to-date blijven van al het autonieuws dat er is. Het relevante autonieuws. We gaan je geen onzin nieuws brengen waar jij als consument helemaal niks aan hebt. Volg Insta Autovlog, volg mij dan 24/7 via Instagram, Facebook, Twitter en natuurlijk YouTube door je te abonneren op dit YouTube kanaal. Tot de volgende video. Doei!